Hier achter mij zie je het Predikeren en de Predikeren Kerk. En het is die Predikeren Kerk dat we hier vandaag in deze vlog tot op het dak gaan klimmen. En waarom we daar naartoe gaan? Wel, blijf dan zeker kijken. Ik kom direct bij u terug. Ja, we hebben een tijd geleden in gesprek gegaan met Onroerend Erfgoed, het agentschap, om te kijken of wij toch niet op het nieuwe dak hier van het Predikeren, dat is een nieuw dak, dat is een aluminiumdak, dat wij daar toch geen zonnepanelen konden opleggen. Want de regel is, voor historische gebouwen kan dat niet. Ondertussen, met de energiecrisis en met de voortschrijdend inzicht, heeft ook minister Diependalen aangekondigd dat hem toch dat kader, waar het nu niet kan, dat kader gaat hervormen en onder bepaalde voorwaarden toch zonnepanelen gaat toestaan op historische gebouwen. En de minister is ook hier geweest en we hebben hier gekozen voor een zeer specifiek zonnepaneel. Eigenlijk geen paneel, het zijn lappen, fotovoltaïsche cellen die gekleefd zijn op het dak van de nieuwe kerk. En de minister was daar laaiend enthousiast van. Dit heeft hem nog meer gemotiveerd om inderdaad dat kader aan te passen. We hebben hier ongeveer een 250 vierkante meter zonnepaneel liggen. Dat is goed voor al de elektriciteitsvoorziening van de kerk hier, de Predikeren Kerk, maar ook het Predikeren, dus onze stedelijke bibliotheek. Het is natuurlijk een enorme energiebesparing van zo gauw alles echt aangesloten is. En wij gaan hier ongeveer een 20.000 kilowattuur per jaar creëren en dat zou goed zijn voor een 10 ton CO2-vermindering jaarlijks. Dus dat vind ik toch eigenlijk fantastisch goed. Hè? Ja. Is het de bedoeling om dat ook in andere Mechelse kerken eigenlijk te verwezenen? Wij zijn nu aan het wachten natuurlijk op het kader dat Onroerend Erfgoed zal aanreiken. Maar het is natuurlijk heel belangrijk dat zij meegaan, dat zij eigenlijk hun mindset, hun idee wijzigen en dat ze zeggen, ja goed, op historische gebouwen zal het kunnen, maar niet al de types van zonnepanelen. Het zullen niet de zonnepanelen zijn die we meestal op woningen zien. Het mag niet storend zijn bij ja, het historische karakter eigenlijk van de kerken. Hier is geen batterij voorzien, omdat men echt aanvoelt dat dit voldoende zal zijn voor eigen gebruik en dat ze hier niet echt met batterijen moeten werken. Waarschijnlijk zal men hier nog met een systeem werken, niet van terugdraaiende teller. Maar de momenten dat er veel energie gecreëerd wordt, heeft men een terugverdieneffect. Dus door heel het gebouw. En men heeft een jaarlijkse berekening gemaakt. Vandaar die besparing die eigenlijk voldoende is voor echt onze eigen energievoorziening. Ja, de investeringen doen wij natuurlijk als stedelijke overheid, maar het wordt in grote mate gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Dit is nog een oud dossier dat nu in uitvoering is. Mm-hmm. Een dossier dat voor de wijziging van de financiering al
ingediend was vorige legislatuur door de stad Mechelen, waardoor we hier voor heel die site eigenlijk nog afgerond een 80% subsidiering krijgen. Deze zonnepanelen erop leggen is om en bij de 56.000 euro, maar het kan mee in het dossier, in het subsidiedossier. We hebben het akkoord gekregen van het agentschap Onroerend Erfgoed.